Kirsten, mag je even mijn pols vastknopen met een dubbele knoop? Ja. Auw! Je kan natuurlijk net zoveel grapjes maken als je wilt van, oh, dat zit veel te strak. Maar het moet wel goed strak om je pols. Dan de andere kant. Die moet ook even vast. Met een dubbele knoop. En dan ga ik jou ook vastknopen. Mag je even dit stukje pakken. Een dubbele knoop. Aan deze pols. Oh. En dan haken we dit stuk achter mijn touw langs, zodat we aan elkaar vastzitten. Dan gaan we die even vastknopen. Zo. En nu ga ik ontsnappen. Je mag natuurlijk niet zien wat ik doe. Dus als je even de doek vast wilt pakken. Zo. Mag die over mijn handen. En dan ga ik op de tel van 3 ontsnappen. Even over mijn handen. Zo. 1, 2 en 3. En we zijn weer los van elkaar. Hoe word je nou een echte ontsnappingskunstenaar? Je neemt een touw. Je zegt, knoop dat touw maar om mijn pols vast. Je moet ze niet te hard trekken, want dan... Goede knoop erop. Ja. Oh, niet te hard, want mijn bloed moet er ook nog langs kunnen. Het is ook belangrijk dat er hier een heel klein beetje ruimte overblijft. Dan geef je het andere stuk. En dan zeg je, knoop dat maar om mijn pols vast. Zo. Dus je zit echt vast. Dan pak je een ander stuk touw. Ik heb nu even een andere kleur, zodat je precies kunt zien wat we doen. En dan bind je dat bij degene vast die je helpt. Niet te strak, want dat is natuurlijk niet zo heel erg aardig. 1 knoop. Dan doe je een touw achter je eigen touw langs. Zo. En de andere kant maak je vast aan de andere pols. Weer met een dubbele knoop. Nu ga je ontsnappen. En dat kan je doen door of even weg te draaien, zodat ze het niet kunnen zien. Of door er een doek overheen te gooien. In ieder geval moet je nu eigenlijk met je ogen dicht dit kunnen doen. Wat doe je? Je neemt het touw. En dat midden, dat doe je van de achterkant door de handboeien heen. Dan haal je het touw over je hand. En dan doe je het weer door de handboei heen. En als je hem nu je hand eruit haalt, ben je vrij. Je kunt ook nog verder gaan met deze act. Want als je het tegenovergestelde doet, je hand onder het touw door, het touw door de handboei over je hand en weer terugtrekken, dan zit je weer vast. Hoe sneller je dit kunt, hoe indrukwekkender de truc. Hoe kun je weer heel snel vastkomen? Je steekt je hand door het touw. Je doet het touw onder je pols langs. Hand erdoor. En je zit weer vast. Kirsten, wil je dit touw even in een lus knopen? Even een mooie cirkel van maken. Even een stevige knoop. Ja. Dan mag je hier ook even een knoop inleggen. Dan krijgen we 3 cirkels van touw. Er zit verder geen gat in dat touw als het goed is. Alleen waar je nu doorheen kijkt. Oké. Nu gaan we proberen, dat is een heel oud kunststuk, om die ringen allemaal aan elkaar te laten versmelten. En geloof het of niet, nu hebben we hier een ring. Alsjeblieft. En nu zitten ze allemaal aan elkaar vast. Ja.
Hoe doe je dat met die drie lussen? Nou, om het te laten zien heb ik even drie verschillende kleuren touw. Kirsten, mag je even deze nemen? Mag je even aan elkaar vastknopen? Terwijl je dat zegt, doe jij dat ook met jouw touw, maar jij doet iets bijzonders. Je neemt namelijk het ene touwtje en het andere eindje, daar maak je een knoop in om het touw heen. Dus hier zit de knoop en deze, die zit gewoon los. Nou, dat uiteindje, dat hou je zo. En als zij een ring heeft gemaakt, dan hang je de ring op dat uiteindje. En dan geef je het andere stuk touw. En dan zeg je, maak daar ook maar een knoop in, zodat je een grote lus krijgt. Omdat iemand een knoop erin legt en de mensen de touw kunnen zien, weten ze dat dit een gewoon touw is. Zo. En als de knoop erin zit, dan hang je die ook over dat uiteindje. Nu pak je die twee uiteindjes en nu ga je met je arm door de lus. Dan pak je de andere twee touwtjes en die trek je door de lus. En als ik het nu langzaam doe, dan zie je wat er gebeurt. Dat touw zat los, dus dat verschuift en dat maakt hier een nieuwe knoop. En als je nu alles loslaat, dan heb je dus echt drie ringen touw die aan elkaar vastzitten. Zo werkt dat. Eén uiteindje gaat over de andere. En die draaien er onderdoor. En nu herhaal je het. Dit uiteindje gaat weer over de andere en er onderdoor. En als je dit aantrekt, heb je een stevige knoop. Je hebt één uiteindje, dat gaat er overheen. Het andere uiteindje, daar maak je een knoop in het touwtje zelf. En nu heb je dus een schuifknoop.